Bonjour, mes amis. Bonjour. Ça va? We zitten hier, hartje Parijs. Ik heb hier net 8 karretjes met bloemen gelost. Een bloemenwinkeltje. Het is een aardige sport he, om hier met die auto door het verkeer heen te komen. Op dit moment gaat het wel even, man. Ja, dat zei ik wel zo dapper. Het staat nu weer behoorlijk vast. Hier en daar een beetje getoeter. He? Ja. Nou, een Parijzenaar zonder klakson, dat ken je niet hoor. Nou, ik heb er nog 3 te lossen vandaag hier rondom Parijs. Het is om rond de 12 uur dus. De eerste waar we nu naartoe gaan, dat is Roissy en dat ligt bij het vliegveld Charles de Gaulle. Zoals jullie zien is het een beetje ongezellig weer, beste kijkers. Nou, als het goed is, dan zijn we er bijna. Zo'n groot center commerciaal, hè? Een grote supermarkt en weet ik het. Maar 9 van de 10 keer hebben ze er geen rekening mee gehouden dat er ook nog vrachtauto's moeten komen. Zo, die tweede waar we net waren, die was ik mooi nog eventjes voor de middag kwijt. Ja, dat komt best uit. Dan kan ik nou naar nummer 3 toe rijden, die Franson Viel. Nou ja, dan moet het in ieder geval wel lukken om leeg te komen vanmiddag. Als er niets veranderd is, dan krijgen we er een mooi ritje achteraan. Dan gaan we als het goed is naar het zuiden. Maar dat vertel ik jullie vanmiddag wel. We zijn er al, hè. Nou, hier hebben ze het ook allemaal weer zo breed mogelijk gemaakt. Is dat ze er een bordje neerzetten met een vrachtauto, want anders rij je hier niet uit jezelf in. Hartstikke idee. Nummer 3 is er ook uit. Zo, dan gaan we nu naar nummer 4 hier. De plaats dat heet Plaisir. Ik weet niet of je het kunt zien, maar recht voor ons, daar is de Eiffeltoren. En die berg die je daar in de verte ziet, die heuvel, dat is Montmartre. Ja, ja, het is knap druk hier. We komen nu aardig in de buurt, want ik zie het al aan de linkerkant, in Ikea. Nou, ik ben er. Nu nog even kijken waar we los moeten. Oké, hij is weer leeg. Nou, dan gaan we nu naar de loods in Les Ulis. Om te beginnen even een lege plantenkarren die we terug hebben gehad, lossen. En dan laden we daar ook weer een vrachtje. En dan beginnen we morgen in Dijon. En daar vandaan zakken we zo af richting Lyon en Grenoble. Dus dat is niet verkeerd. Maar voor het zover is, gaan we natuurlijk eerst nog even in de file staan. Hè? Jezus Mina, wat een chaos. Guus, zorg je wel dat je overal op tijd bent. Ja hoor jongens.
En voilà, de camping in Les Ulis. Zo luikjes, we hebben net gelost en gelaaien in Les Ulis. Het is weer druk zat allemaal. We hebben regen genoeg gehad, de dag is om en de zon begint weer te schijnen. Jezus Mina, ik ben net 10 minuten aan het rijden, sta je alweer in de file, zeg hé. Nou, het rolt weer. We zitten hier op de N104. Nou, het zit daar ook al allemaal weer te remmen en te doen, dus we zullen wel weer in de file komen. Dat is niet te geloven, dan krijg je toch een wegtrekker. Het kost een hoop tijd zo op een dag. Hè? Als je de hele dag rond het Parijs zit te rijden. Ja hoor, het is weer prijs. Hè? Zo, we hebben Parijs achter ons gelaten. En zoals je ziet is het meteen een stuk minder druk op de weg. Ja, die klant in Dijon waar we morgen beginnen moeten, die halen we vanavond niet meer. Zo kijkers, het is 11 uur. Ik heb er net een parkeerplaats opgeschoven. 54 kilometer voor Dijon. Het is mooi geweest voor vandaag. Hè? Goedemorgen beste kijkers. We beginnen de dag met een koffie. Vind je ook niet? Zoals jullie zien is het een beetje mistig buiten. Ik heb hier vannacht zaten slapen. Het was ongekend rustig op die parkeerplaats. Ik heb vannacht voor de eerste keer maar weer eens heel zachtjes mijn standkachel aangezet. Het was frisjes. Ik heb er wel weer zin in vandaag. We zijn er. Even kijken waar je hier naar binnen toe moet. Zo, Dijon gelost. Volgens mij wordt het vandaag mooi weer, beste kijkers. Want voorlopig is er geen wolkje aan de lucht. Hier ook weer een drukte van belang. Zo, even gelost hier in Limonest. Koud Natuur heet dat hier. Tuincentrum. De weg vervolgen. Nou, die poort die je daar ziet, daar kom ik niet uit. Dat is een krappe draai. Dus maar even keren. Dus dan ga ik er maar even uit waar we erin gekomen zijn. Ja, dat zijn de leukste klantjes hoor, die tuincentrumpjes. Hoi, we gaan weer even in de file staan. We gaan Lyon maar even door de stad heen, anders moet je allemaal omrijden. Nou, dan krijgen we nog een paar tunneltjes hier zo. We rijden hier in Saint-Priest bij Lyon. Hier ook weer zo'n groot centrum commercial. Hè? Zo, eventjes aangemeld. Ik heb meteen los. Daar houden wij van. Aankomen en die handel eruit. Hè? Niet te lang wachten overal. Op naar de volgende in Grenoble.
Het is onderhand toch even lekker 22 graden geworden buiten. Dat is niet verkeerd. Zo, dan zal ik eens een bak koffie gaan zetten. Het is onderhand 3:15. En dat heb ik nog niet gedaan vandaag. Dus zo is het wel even mooi geweest met ze. Zo, nou dat is aardig gelukt hoor, die koffie. Lekker. Nou, zullen we eens in Grenoble gaan kijken of die man het nog aan wil pakken op vrijdagmiddag om 4 uur. Dat zal nog wel later worden, 4:15. Het is hier ook een mooie omgeving hoor. Kijk, een mooi uitzichtje. Mooi stuur hoor hier. Zo, krijgen we weer even een peage. Zo, we zitten hier vlak voor Grenoble. Bovenop die berg, een of ander kasteel of zo. Nou, ik weet niet waar we uit gaan komen, maar voorlopig zitten we midden in het centrum. Mooi circus hier, hè? Ik ben even een verkeerd straatje ingeschoten. Dan staat het hier een beetje vast, zeg maar, het verkeer. Alles staat vast, joh, hier. Klerenbende. Nou, het rijdt weer. Volgens mij zag ik hem hier ergens aan de rechtse kant. Toch zitten die kan je. Daar hou je. Ik was even een straatje te vroeg linksaf gegaan. Ze zijn aan het bellen, maar ik denk dat deze grapjas het vandaag niet meer aanpakt. Het zal wel zaterdagochtend worden. Hier gebeurt inderdaad niks meer, beste kijkers, vandaag. Het wordt zaterdagochtend. Kijk, wat een boemelterreintje van Grenoble. Nou, dit is het uitzicht wat ik hier heb. Is toch niet helemaal verkeerd, hè? Dacht ik. Bergtoppies met die sneeuw erop. Ja, dan sta je dan op een grindparking bij de IKEA. Hè? Niks in de buurt, dus zoek het maar weer uit. Bonjour, beste kijkers. Ik heb me eigenlijk vanmorgen om 5:30 gemeld. Toen zegt die man, kom om 9:00 maar eens terug, Guus. Dus ja, dat schiet allemaal lekker op zo, hè? Deze manier. Dan doe je wat op een dag. Nou, het is 8:30 onderhand en ik kan... nu toch eindelijk gaan lossen, dus gaat er wat gebeuren misschien, hè? Nou, het is dan toch gelukt. Ik heb gelost. Het is onderhand 9:15 geworden, zaterdagochtend. Dus het schiet aardig op zo, hè? Dat is een mooi gezicht. Die laag hangende wolken, zo voor die berg. Lekker ongezellig buiten met die regen. Hebben wij dat weer op zaterdag? Zo, beste kijkers, we gaan 24 uur pauze maken, want dat moet. Ik heb
heb namelijk 6 dagen gewerkt. Ja. Dan is het weer zover, hè? Dus ja, dan zet ik hem hier langs de autoroute neer. Bij de benzinepomp. Dan kun je in ieder geval nog even douchen. Maar dan even kijken of we een plekje kunnen vinden. Ja, dan blijven we hier maar 24 uur staan, beste kijkers. Dat willen ze graag in Brussel. Het is nou niet echt weer dat je zegt, ik ga even een stukje wandelen. Hè? Bonjour, beste kijkers. Zo, kijkers. We hebben ruim 24 uur stilgestaan. Dus het wordt tijd om weer eens te gaan rijden. Het heeft lang genoeg geduurd. Hè? Lekker rustig op het baantje. Gaat heel lekker zo met al die regen. Maar ja, aan de andere kant komt het nou ook alweer goed uit. Want dan blijft de veldwachter ook binnen zitten. Het is droog geworden, beste kijkers. Sterker nog, de zon die begint te schijnen. Recht voor je, allemaal druiven. Voor de vinootjes. Nou, ik slis zo nu en dan een beetje. Maar dat klopt, want mijn kunstgebied is tussen mijn pedalen gebleurd. Die ligt nou het gras van de mat af te happen. Frankrijk, dan kun je nog geweldig mooi sturen. Zolang je maar niet in de buurt komt van het Parijs. Hè. Dat heb je zelf gezien. Het is toch eventjes prachtig mooi weer geworden zo. Die begint te tikken. We hebben bijna 4,5 uur sturen op zitten. Dus tijd voor een bakkie. Kijk, dan loopt de veldwachter. Die staat snel uit te controleren. Ik denk al, wat staat die vent dat te doen, joh. Zie je, computertje. Ik heb me net eerst mijn trui eens even uitgetrokken. Het is 20 graden geworden buiten. Over een kilometer of 20. Dan schieten we er even af. Richting Fontainebleau. Want met dat mooie weer vertrouw ik het niks. Grote kans namelijk dat de veldwachter bij de laatste payage op de autoroute staat te controleren. Dus daarom gaat de creamer even af. Daar heb ik allemaal geen zin in die grappenmakerijen. Ah ja, het is wel weer even geinig een stukje binnen doorrijden. Ja, de route is soms ook maar een zwaaie bedoeling.
aardig klimmetje. Ah joh, gaat best zo, hè? Zo, zitten we weer op de A6. Wel even die grote peage omzeild. Maar hier gaat ook even wat niet goed. Want dat had ik even niet in de planning zitten. Knappe chaos. De gasten zijn natuurlijk het weekend de stad uit geweest. Dat Parijs. En die gaan nou allemaal weer naar huis toe. Wat een zootje hier. He? Ja, het ging ook allemaal even te mooi natuurlijk vandaag. Nu pas een kogel. Ik kan beter in het veld gaan liggen aan de rechtse kant. Lekker in het zonnetje, een vinootje erbij. Eerst maar eens een sigaretje draaien. Dan sta je gewoon de spanningen. Kijk, waarschijnlijk is dit de oorzaak. Vechtversmallingje. Kijk, en een accidentje. Ja, dan is het prijs natuurlijk. Hè? Ah joh, 15 kilometer zijn we weer in Leslie. Mozes kriebel, zeg hij. Staat het alweer vast? Staat daar al op het verkeersbord, zie je? Les jullie. Dan moeten we er enkel nog even zien te komen, natuurlijk, hè? Met die drukte. 500 meter gaan we eraf. Zo, beste kijkers. Het is weer mooi gelopen vandaag, vinden jullie niet? Zo, gaan we even lege karren lossen die we terug hebben gekregen. En daarna weer laden. En dan beginnen we morgen aan een ritje naar Bretagne, Rouen, Cannes, nog een paar adressen. We staan hier bij die loods, hè, van Dongen.